In de vorige aflevering namen we het kleinste kamertje onder handen. We plaatsten een hangtoilet dat we netjes in de ruimte konden integreren met behulp van een bevestigingskit met inbouwreservoir. Daarna werkten we het geheel naadloos af met een voorzetwand in OSB en gipskarton. In deze aflevering monteren we onze verlichtingspunten. Binnen gaat dit voornamelijk om inbouwspots die we netjes op het plafond of de wand laten aansluiten. En ook buiten voorzien we een aantal aangepaste armaturen. We doen de installatie van de verlichting volledig zelf. In ongeveer 16 uur zijn we hiermee klaar. Doe dit maal de gemiddelde uurprijs van een gespecialiseerd plaatser en je bespaart al gauw €640. Al in de ruwbouwfase troffen we alle voorbereidingen voor onze technieken, waaronder ook de verlichting. Op een gegeven moment zijn we gekomen in de woning aan het maken van een lichtstudie. Dat is een heel belangrijk onderdeel in de technische studie. Daar heb je twee delen in. Je hebt ten eerste dus eigenlijk het conceptuele idee en ten tweede heb je dan het technische. Het idee is natuurlijk zo dat we zitten te kijken in folders en zoeken achter wat allemaal leuke armaturen zijn. En die leuke armaturen nemen we dan mee om dan eigenlijk schetsmatig in het plan te brengen. Wij schetsen dat op, we zoeken, we proberen voeling te krijgen met het plan. En daarna zetten we dat dan in het digitale plan eigenlijk om effectief aan de aannemers, aan de doe-het-zelvers, aan de uitvoerders dus te geven. We gingen meteen ook langs bij de fabrikant om in levende lijve het aanbod te verkennen. Zo kregen we een beeld van hoe de lampen in de realiteit tot hun recht zouden komen en konden we onmiddellijk advies vragen. Op die manier werden alle armaturen en lichtbronnen gekozen en in een lichtplan gebundeld, zodat we aan de hand daarvan de nodige bekabeling konden voorzien. Nu zijn we in de fase van de afwerking gekomen waar we de armaturen effectief in de woning kunnen gaan installeren. Op het gelijkvloers werden de lampen al geplaatst door de installateurs van het spanplafond. Die zorgden ervoor dat zowel de inbouwspots als de pendellampen in de eetkamer mooi op het plafond aansloten. De rest van de woning pakken we zelf aan, te beginnen met de inbouwspotjes. Deze worden dus in de wand of het plafond geïntegreerd om een strak resultaat te bekomen. In het volledige huis kiezen we trouwens voor warm wit licht, wat zorgt voor een gezelligere sfeer. De verlichting werkt bovendien steeds met LED-lampen die heel energiezuinig zijn. Het eerste type spot dat we plaatsen is een inbouwarmatuur dat effectief ook vlak in lijn met het plafond uitkomt. De elektrische stroomkabels zitten hiervoor al op de juiste positie klaar in ons vals plafond. Op de verpakking van het product konden we terugvinden welke zaagmaat we moesten hanteren voor de diameter van het gat voor de lamp. Het armatuur zelf wordt voorzien van veren, die ervoor zullen zorgen dat de lamp netjes in het gat en tegen het plafond klemt. Maar voor we beginnen met de elektrische aansluiting, moeten we uiteraard de zekering van dat circuit uitzetten om veilig te kunnen werken. Via een transformator moet de spot nu op de stroomkabel aangesloten worden. Op de lamp zelf kun je de nodige technische specificaties terugvinden voor de aansluiting. Zo weet je welke ader je waar moet monteren. Deze aders moeten uiteraard nog optimaal voorbereid worden. We knippen het uiteinde af en zorgen ervoor dat de aders ook gestript zijn. In de handleiding zien we dat we het koper hier 7 mm moeten ontbloten. Doe dit zeker niet te ver, want er mag geen koper meer bloot zitten bij de aansluiting. Daarna kan alles zoals voorgeschreven aangekoppeld worden. Het armatuur dat we hier gebruiken is van plastic, dus is het niet nodig de aarding erop aan te sluiten, gezien het toch niet glijdt. Is je armatuur van metaal, dan moet je de geel-groene kabel wel verbinden. Is de connectie in orde, dan kan uiteindelijk de koppeling tussen de lamp en de stroomadapter gemaakt worden en hoef je enkel de spot met de hendels in het gat vast te haken. Controleer na de montage van je lamp steeds of die ook effectief werkt door de zekering opnieuw aan te zetten. Een tweede model van inbouwspot dat we plaatsen heeft niet enkel een ander aansluitprincipe, maar ziet er ook anders uit. De aansluiting bevindt zich wel nog steeds in het plafond en de lamp wordt ook met veren vastgeklemd.
Enkel het uitwendige stuk is iets groter en heeft een bokaalachtige vorm. Het gaat hier opnieuw om LED-verlichting met een IP44-kwalificatie. Deze IP-beveiligingsklasse houdt in dat de lamp geschikt is voor zone 2 en 3 in natte ruimtes en dus spatwaterdicht is. Deze spots kunnen we met andere woorden ook in de badkamer gebruiken. De spatwatervastheid van je lampen is heel belangrijk in onder meer de bad- of douchekamer. Hou hier dus zeker rekening mee zodat je veilige verlichting uitkiest. Het connecteren van deze spot op de stroomkabel gebeurt hier rechtstreeks op het voorziene aansluitdoosje. In de handleiding van de lamp kun je terugvinden in welke volgorde je de blauwe nuldraad en de bruine fasedraad moet aansluiten. Daarnaast biedt deze lamp de mogelijkheid om door te lussen naar een volgende spot. Dit betekent dat je de elektriciteit via de lamp kan doorgeven en de lampen dus in lijnvorm van stroom voorziet. In dit geval kunnen we zo tot 6 spots op één kabel aansluiten. Op de punten waar we 3 spots boven elkaar in de wand moeten monteren, hanteren we dit principe. Voor we beginnen, checken we met een spanningstester of er nog stroom op de kabel zit. Dit kan met een meettoestel of met een speciale schroevendraaier. Brandt er een rood lampje en hoor je een pieptoon, dan zit er nog stroom op de kabel. Zet dan de bijhorende zekering uit en test nogmaals voor je met de aansluiting begint. We gaan de lampen nu eerst voorbereiden voor we ze ter plaatse installeren. Doordat we de stroom via de eerste lamp zullen doorlussen naar de volgende twee, moeten we zorgen voor een bijkomende verbinding tussen de lampen. Dit doen we met extra stukjes kabel. We voorzien steeds een blauwe en een bruine, de nul- en de fasedraad. Een aardingskabel is hier opnieuw niet nodig, omdat het om een niet geleidend armatuur gaat. Per spot heb je een lusterklem met 2 dubbele aansluitpunten. Aan de ene kant komt de stroom binnen, terwijl via de andere kant de stroom dan terug vertrekt naar het volgende lichtpunt. We knippen dus de nodige verbindingsdraad af en ontbloten alle uiteindes. Het instructieblad leert ons dat het koper hier maximum 10 mm mag blootgemaakt worden. Het is heel belangrijk om bij het strippen enkel je tang dicht te knijpen en zo de mantel van het uiteinde weg te trekken. Maak hierbij geen draaibeweging, want zo zou je het koper kunnen beschadigen. In de handleiding kunnen we nu terugvinden hoe we dit op de lusterklem, ook wel gekend als suikertje, moeten aansluiten. De blauwe kabels moeten steeds op een N-opening aangesloten worden, terwijl de bruine bij de L horen. Zorg ervoor dat het koper diep genoeg weg zit en klem het uiteinde dan vast met de schroefjes. Eens alle spots zo voorbereid zijn, kunnen we ze ter plaatse gaan installeren. De bovenste spot heeft maar 1 paar kabels nodig en kan gewoon in de uitsparing geklemd worden. Het uiteinde van deze draden haal je nu door de tweede opening en sluit je aan op de lusterklem van de tweede inbouwspot. Met een tweede paar kabels maak je nu de lus naar de derde lamp. Om deze onderste spot, de eerste op je lijn, met de stroomkabel te verbinden, heb je 2 mogelijkheden. Bij de eerste optie maak je gebruik van de al geplaatste lasklemmen. Die moeten steeds op je elektriciteitskabels zitten eens die aangesloten zijn op je zekeringkast, voor de veiligheid. Je kan dus met extra verbindingsdraden de koppeling maken tussen je spot en de lasklemmen die op je stroomkabel zitten. Het alternatief is om je stroomkabel rechtstreeks op de lusterklem van je lamp aan te sluiten. Verwijder daarvoor de lasklemmen van je elektriciteitsdraad en kort de uiteindes opnieuw af, zodat je vanaf een vers stukje koper start. Maak daarna de verbinding en klem deze laatste spot in de opening.
Op die manier is ook dit lichtpunt klaar. Binnen hebben we nog een laatste type lamp te plaatsen, de nachtlampjes. Het gaat hier om een wandarmatuur met flexibele arm en ingebouwde schakelaar, die eveneens voorzien is van een USB-uitgang, waarmee je bijvoorbeeld je smartphone of tablet kan opladen. Deze verlichting is een opbouwarmatuur die we dus op de wand moeten bevestigen. Het montageprincipe is vrij simpel. We beginnen met de bevestigingsbeugel van de lamp los te maken. Die moeten we nu op de juiste plaats aan de wand monteren. Daarvoor houden we het armatuur even ter plaatse, zodat we de meest geschikte positie kunnen bepalen. We houden hierbij rekening met waar de kabel klaar zit en de ligging ten opzichte van het bed en de onderliggende schakelaar. Aan de hand van deze referentiepunten markeren we waar we de bevestigingsbeugel zullen vastschroeven. We kunnen hiervoor gewone schroeven gebruiken en hebben geen pluggen nodig, omdat de valse wand bestaat uit een laag OSB en gipskarton. Met een waterpas controleren we de rechtheid en regelen we de beugel bij waar nodig. Om de stroomkabels nu op de lusterklem van de lamp te kunnen aankoppelen, gebruiken we een bektang. Zo kunnen we het koperen uiteinde makkelijker ter plaatse steken om de elektrische verbinding te maken. Daarna hoeven we enkel nog het armatuur over de beugel te haken en deze aan elkaar vast te schroeven. Doordat we de beugel zorgvuldig uitpasten, hangt de lamp meteen recht. We zetten uiteindelijk de stroom terug aan en testen of de lamp en de USB-uitgang functioneren. Rest ons nu nog een aantal buitenlampen te installeren, waarbij het belangrijk is dat de elektrische connectie waterdicht beschermd is. Zowel aan de voordeur als onder de carport voorzien we aan de gevel een aantal wandarmaturen. Het gaat hier opnieuw om een opbouwmodel, dus zien we hetzelfde montageprincipe als bij de nachtlampen terugkomen. Bij het aftekenen van de positie voor de bevestigingsbeugel zorgen we ervoor dat de hoogte precies wordt afgemeten, zodat alle lampen even hoog zullen hangen. Daarnaast moeten we rekening houden met de positie van de kabel en met de ondergrond. Want de gevel werd hier opgemetst met een dun bedmortel, waardoor de voegen te dun zijn om daarin te kunnen bevestigen. We moeten er dus voor zorgen dat de bevestiging vol in een steen kan gebeuren. Voor het boren gebruiken we daarbij een schroefboormachine op de hamerfunctie. Een boorhamer is hier niet aan te raden, want die is zwaarder en zou de steen breken. De pluggen die we hanteren zijn niet al te groot met een maat 6x30. Op die manier riskeren we minder de steen te beschadigen en bovendien weegt de lamp niet veel, dus is een zwaardere bevestiging niet nodig. Eens de beugel met behulp van de waterpas mooi recht gemonteerd is, moeten we de lamp nog van elektriciteit voorzien. De openingen waar de kabels het aansluitdoosje binnenkomen zijn hier voorzien van een dichtingsrubber, want het is heel belangrijk dat er geen water tot bij de lusterklem kan. Daarom is het ook essentieel dat de aarding hier wel aangesloten wordt. Want ook al is dit armatuur niet geleidend, bij een buitentoepassing waar er steeds vocht mogelijk is, is dit heel belangrijk voor de veiligheid. Verlichtingspunten met een veiligheidsklasse van minimum IP44 zijn dan ook vereist voor buiten.
Eens alles zorgvuldig verbonden is, dan moet je er nog voor zorgen dat alle dichtingsrubbers goed zitten en het afsluitdoosje grondig afgesloten is. Nog een handige tip, bescherm je armatuur tijdens het aankoppelen, zodat het niet beschadigd raakt door tegen de gevel te botsen. Daarna kan je de lamp met de bijhorende schroefjes op de beugel vastmaken. Dezelfde werkwijze gebruiken we nu om de andere gevellampen te installeren. De laatste lamp die we nog te doen hebben is een buitenspot ter hoogte van onze oprit. Op die manier zullen we verlichting hebben wanneer we thuiskomen als het donker is. We verwijderen eerst de huls van de kabel tot op hetzelfde niveau als de gevel. De stroomkabel snijden we niet helemaal kort af voor we hem aansluiten, zodat we de mogelijkheid hebben om er later eventueel een ander type lamp op aan te sluiten. Met een ronde klemkoppeling kunnen we de elektriciteit nu tot in de spot brengen. Het is belangrijk de verschillende klemstukken in de juiste volgorde op de kabel te steken, zodat de verbinding waterdicht is. Het armatuur zelf heeft hier een IP65 veiligheidsklasse, wat betekent dat het stof- en spuitwaterdicht is. Eens de bevestigingsbeugel met pluggen en schroeven op de gever gemonteerd is, kunnen we dan de stroom op de lamp aankoppelen en staat de verlichting van onze hele woning volledig op punt. Door het installeren van onze verlichting zelf te doen, konden we €640 uitsparen. Samen met het voorlopige totaal van €98.170 komt het gespaarde bedrag nu uit op €98.810. In de volgende aflevering plaatsen we de laatste binnendeuren. Aan de hand van een zelfbouwpakket kunnen we zo gemakkelijk onze technische ruimtes en toilet afsluiten. Daarna wordt ook het ventilatiesysteem definitief afgewerkt. We monteren de ventielen waarna het geheel kan opgestart en afgeregeld worden.